Baha'i-gemeenschappen over de hele wereld hebben in het weekend van 20 tot en met 22 oktober de 200ste geboortedag van Baha'u'llah herdacht. Ook in Suriname heeft de Nationale Geestelijke Raad van de Baha'is landelijk activiteiten gehouden om het weekend niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Zo is er een filmavond in Theater Uniek georganiseerd. Daarnaast is gisteravond een receptie gehouden in het Baha'i Centrum Al de Nasilaan in Paramaribo. Waarnemend president Ashwin Adin was ook uitgenodigd op deze receptie. Voor hem is het belangrijk dat in de Surinaamse natie de verschillende religieuze groeperingen vredig naast elkaar leven. En ik zei al, het is onvoorstelbaar en ik vraag me dus af na 200 jaar. En daarom ben ik zeer geïnteresseerd in die brief. Na 200 jaar, wat zijn de inzichten van de geestelijke raad, zoals je het noemt, om te zeggen, voor deze kleine natie waarin we in Suriname leven, zou het niet meer moeten kunnen betekenen, de Baha'i-gemeenschap, om Suriname te kunnen tillen, waar we in jonge natie zijn uitdagingen hebben, maar ook de mogelijkheid daarom ook hebben, vanuit de inzichten die beleefd worden in die Baha'i-gemeenschap, inzichten die ik graag ook uit die brief wil extraheren en zeggen wat kan betekenen voor Suriname om die accelererende aanpassing, want elke aanpassing gaat met wrijving en moeite gepaard. We zeggen het is een VUCA-wereld, de uitdagingen, maar de eeuwenoude kennis zit ook daar. Baha'u'llah is de stichter van het Baha'i geloof, dat over de hele wereld verspreid is en in Suriname ruim 1000 leden telt. De rode draad van het geloof is de eenheid van de mensheid. Volgens Adin is Suriname een voorbeeld als het aankomt op de eenheid. De diversiteit is er, de kleine populatie is er, we hebben zoveel aan natuur en grondgebied. We zijn zo beschermd, we hebben zuivere lucht, we hebben zuivere aarde, we hebben zoveel van de goede kwaliteiten waar een voedingsbodem is, waar ik denk dat de Baha'i aan wortels gaan schieten. En kan zeggen, als de komende 100 jaar met de instructie die u meegekregen heeft per brief, een bijzondere bijdrage kan leveren, is dat denk ik voor onze hele natie ten goede. Ik wens u een hele prettige nog een samenzijn in verband hiermee. Het blijft in onze gedachten en ik zal er zeker voor vragen wat het allemaal zou kunnen betekenen voor ons in de komende dagen. Ik kan me ook bij voorstellen dat u heel wat gedachten ook heeft. Graag we staan open om dat te horen vanuit de Baha'i gemeenschap naar de regering toe. En ik feliciteer u ook namens de president Desiree Delano Bouterse en de regering met deze dag. Dank u wel. Waarnemend president Ashwin Adin gisteren bij de receptie van de Baha'i-gemeenschap in Suriname. Zij hebben het afgelopen weekend de geboortedag van Baha'u'llah herdacht.